Zondag 11 december vond in het drukke centrum van Sint-Oederode de winterbraderie plaats. Het was een schitterende dag, met vooral geen winterse omstandigheden. Wel genoot in ieder van het winterse sfeertje wat hier en daar zicht en hoorbaar was. Kerstmis is de mooiste tijd van het jaar eigenlijk. En we zijn er dit jaar eigenlijk al mee begonnen en daarom zijn wij begonnen kerststerren te verkopen. En mijn wens voor dit jaar is dus om te zorgen dat we voor 5 uur al die kerststerren kwijt zijn. En dan is in ieder geval steunen de mensen daar in ieder geval de carnavalsvereniging mee. Succes erbij. Ja, dankjewel. €2,50 voor deze prachtige kerststerren. €2,50, 2 voor 5 euro mensen. Je steunt gelijk ook het goede doel Stichting Jeugdcarnaval. Een kerstwens, dat we het allemaal een beetje liever tegen elkaar, met elkaar en tegen elkaar zijn. Dat vind ik wel heel belangrijk. En dat begint al, zie ik, met glimlachen. Ja, dat kost helemaal niks. Hè? Of iemand eens een pluimpje geven of zo. Dat zei mijn zus altijd. Die zei, de mensen geven veel te weinig. Iemand eens even een complimentje. Vind ik heel belangrijk. Jullie spelen heel mooi. Echte kerstmuziek. Maar misschien willen jullie ook wel een kerstwens doen. Dat kan ook. Dat iedereen gelukkig is op aarde. En ja, gewoon een vrolijk kerstfeest. Ja, iedereen gelukkig op de aarde en een vrolijk kerstfeest. En jullie maken nou een mooi stukje muziek. Mensen voor gezond voor het jaar in te duiken. Dat is een goede wens voor mij. En de rest vind ik daarom niet spannend. Gewoon elke dag werken en gezond blijven dat je dat. Allemaal een gezond nieuwjaar en lief zijn voor elkaar. En daar heb ik geen moeite mee? Nee, dat gaat me goed af. Een kerstwens, welke? Houd rooi mooi, zou ik zeggen. Ja, niet dan. Is dat een mooie kerstwens of niet? En ja, goed, je ziet het, hè. Eén groot succes hier. Dus ja, een mooie markt, een goede markt. En ja, zo proberen we rooi toch mooi te houden. Ja, dat gaat goed. Ja, deze kant op kijken, jongens. 3 januari, opening Brownies en Downies. Dat wordt leuk in het nieuwe jaar. Ja, zeker weten. Ja, we zijn een bijzonder lunchcafé. Er werken allemaal jongens en meiden met een beperking. En we hebben al een zaak in Veghel. En we gaan nu open in Sint-Oederode op de hoek, op de Kofferen. Nummer 1. En we hebben er veel zin in. 3 januari open, u zei het al. Dus superleuk. Groot succes in Veghel. En we hopen het hier in Sint-Oederode ook te kunnen doen. En zou je dan een specifieke wens aan vast kunnen koppelen? Een specifieke wens? Dat we heel veel plekken mogen creëren voor deze doelgroep. Werkplekken. Dinsdag, woensdag, vrijdag. En dat is dus vandaag. Heel veel opening hier. Ik zei, alle mensen hier grond open. En met de mensen eten, drinken, koffie en thee. En jij kunt dan heel goed helpen? Ja. En wat voor lekkers kun je bij jullie bijvoorbeeld krijgen? Ja, met koffie en thee, zoiets.
Dus dat wordt heel gezellig. Ja. Succes. Oké, dankjewel. Iedereen zeggen een lekker nieuwjaar. Dankjewel. Alsjeblieft hoor. Hallo!